Goedemorgen allemaal. Wat een dag hè, gisteren. Jeetje, zoveel eten, wandeling door het bos, zoveel wijn. Maar wacht even, dat weten jullie nog helemaal niet. Hallo allemaal! Welkom bij een nieuwe video. We zijn vandaag in Hotel Tjarda in Oranjewoud. En voor de mensen die geen idee waar het ligt, dat is in Friesland. We zijn hier op uitnodiging om een lekker weekendje van alles te proeven. De natuur, maar ook het eten. Maar misschien is het tijd om eerst even de kamer te zien. Dus kom binnen. Zoals je ziet hebben we een heerlijke kamer gekregen om in uit te rusten. Maar de dag zelf begon eerst vroeg in de auto vanuit Amsterdam richting Friesland. Nadat we de spullen in de kamer hadden gelegd, was het eerst even tijd om te lunchen. Een lekker broodje voor Boy, een salade voor mij. En daarna was het tijd om de natuur in te gaan. We hadden namelijk begrepen dat de natuur in de omgeving van de Tjarda ontzettend mooi was. En dat wilden we natuurlijk met eigen ogen zien. De mooie bossen waar talloze mensen hun hond uitlaten. En weet je wat er ook gebeurde? Iedereen groet ons. Zelfs al kruist onze paden niet, mensen groeten ons gewoon. Iets wat we niet gewend waren vanuit Amsterdam. Het was een hele mooie, fijne, rustgevende beleving. We zitten nu aan tafel in het restaurant. En wat we gaan doen is, wij krijgen een high wine. En daar mag je kiezen of je 3 verschillende wijntjes wilt of 1 fles. En wij hebben gekozen voor Uno Bottle. Oké. Okay. Het zit in het Spaans. Kijk, daar hebben we hem. De rosé. Oh, ik heb even 2 meegenomen. Ja. Jij moet ook proeven. Ik ga proeven. De volgende. Oh, ik ben voor deze. Ik ook. Oh, u ging wat uitleggen. Nee, ik zou wat willen uitleggen, maar het is al onduidelijk. Ik zou zeggen, deze zit echt een beetje in zoetjes zitten. Ja. Heerlijk, hè. Ik denk dat jouw moeder die ook heel lekker vindt. Ja. Waarom is die niet mee? Zal ik deze meenemen? Je mag hem uitdrinken voor mij, hoor. Nee. Voor mij, ik drink hem wel uit, hoor. Ja? Ja. Jij dan ook. Ja, want jij bent heel veel om te halen. Maar, oh ja, normaal niet, hoor. Maar nu wel. Ik ben als gast mee. Ja. Ik heb dus 2 rosés mogen proeven, zoals jullie net zagen. Deze drink ik gewoon even leeg. En dan krijgen we allemaal hapjes. Het is echt verwenderij. Cheers. Deze drink ik even uit, maar die andere is lekker. Gooi me in die gok van jou. Het lijkt nu alsof er veel tijd tussen zit, maar ze drinkt dat gewoon in 1 ruk op, hoor. Het leek volgens mij niet alsof er veel tijd tussen zat. Hij ging elke keer buiten beeld. Net alsof je geknipt had. Oh, zo. Kijk even, we hebben een hele kast. Een hele kast. En echt groot. En na deze heerlijke borrel hadden we een paar uurtjes om bij te komen om vervolgens door te gaan naar het diner. Inderdaad, nog meer lekker eten.
Hey boy. Vertel jij eens wat we nu aan het doen zijn. We zijn nu nog niet aan het eten, maar we gaan zo eten. Ja, we hebben alvast een wijntje. En een chipje met knoflooksaus, denk ik. Een truffelchipje. Heerlijk. Goedemorgen allemaal. Het is een nieuwe dag. We hebben heerlijk ontbeten vanochtend. En nu is het tijd om de natuur in te gaan. Met... Oké. Oh, ik zit. Ja? Ja. Oké. Ja. Ik heb het idee dat jij niet dacht. Alsof het niet allemaal genoeg was, krijgen we ook nog een massage. Ik ben er helemaal klaar voor. Helemaal zen. Het was zo chill. Het was echt heel chill. En nu is het tijd om het zwembad even in te gaan. Jongens, dat was het dan. Ons kort weekendje in Friesland in Hotel Tjaarda. En ik wil eigenlijk even iedereen die hier werkt bedanken. En iedereen die zo gastvrij is geweest en ons heeft geleid en geholpen. Super bedanken. We hebben echt heel erg genoten, toch boy? Mm-hmm. Ja, zeker. Dat was echt super. We zijn een goed beetje geregeld. Goed geregeld, goed verzorgd. Lekker gegeten, veel gegeten. Advies is echt wel om hier wat eten. Want het is echt wel lekker. Wie weet, tot de volgende keer. We hadden appels bij de balie, dus die heb ik meegenomen. See you next time. Friesland. Tjaarda. Dankjewel.